beetje andere voer had opgefokt en dan werd het geslacht. En ja, dat was even zo goed ook wel gevaarlijk, maar ik heb het al heel wat keren gedaan. Eén keer kan ik me nog herinneren, dat was een heel leuk gevalletje. Werd er achter de gracht bij de familie Borst. Die hadden zo'n varkentje zelf opgefokt en achter in de tuin in zo'n klein schuurtje lag dat. Het was heel moeilijk om erbij te komen en het was al donker. Dus op een gegeven moment, dat gammelhokje, daar ging het deurtje van los en het varken dat vloog de tuin in. En ik moest met geweld achter dat varken aan, dus dat krijsde natuurlijk. Oh jongens, dat daar maar in moeilijkheden van komen. Hè. Gelukkig aan de ene kant, de muziekvereniging Ons Genoegen, die mocht in de oorlog doorspelen, omdat ze een rondgang hielden. Dat was een collecte voor de Winterhulp Nederland. Dus die stonden achter de gracht, stonden die hier en daar stil op te blazen. En die maakten nogal heel lawaai in de tijd. Had ik mooi geluk dat ik het varken even af kon maken, zonder dat iemand daar iets van merkte. En dat moest gewoon in de tuin gebeuren. Want er tegenover, daar woonde ook nog zo'n oude dame. Die was een onderwijzeres van de kleuterschool. Het tandje noemen ze die. Nou, dat was echt een dierenliefhebster. Dus ik denk, als die erbij gekomen was, dat ze de politie gewaarschuwd had. Dus aan de ene kant was het maar goed eigenlijk dat Ons Genoegen nog doorgeblazen werd. Nou, het lijkt er niet veel op, dat zeiden ze wel, want vrouw Bultman, die heb je ook wel gekend. Ja. Die zat altijd kousen te stoppen en dan keek ze over de bril. Wat is dat voor jongen? Oh, zei mijn moeder aan, dat is een neef van mij. Oh, dat kun je ook wel zien. Ja. Zo'n soldaten stonden te wassen bij de pompen. Ik zei, denk erop. Er kunnen bijna 60 aan, zo'n 30 jaar, maar veel waren hier 60 jaar. Veel velder als die soldaten. Zeg me niks zeggen. En toen zei heel interessant, mijn soldaten zei niks. Hij gaf hem dan een schub onder zijn kont en rolde zoet in de pomp aan. God, dat was ook, die 60's, dat waren wat. Toen wilden we hadden een paar kippenbuurs lopen, maar een stuk of 3, 4. En toen wilde daar en mijn papa was 80 jaar. En toen zegt mijn vader, die zegt, ja, aan de weg ging man, die moeven, ben je gek? En gaf mijn vader een stoot, die rolde zo de grond. Toen zegt mijn broer in Duits, maar goed, ook half Duits, want die kon die Duitser goed verstaan. Daar groeide niet in op. 80 jaar, ach toe lieve. En toen had hij een pakje tabak uit de zak en toen kreeg mijn vader een pakje tabak. En na de tijd, als ze mijn papa zag, kreeg mijn vader altijd tabak. En toen ze teruggetrokken van Zwolof, voor de brug knapen, toen alles droog was, toen was ze op de fietsje. En toen zag mijn vader aan de dam staan en de sprong van de fiets af kreeg hij nog een half pakje tabak. De rattenbrouw van dat hij die oude mannen gekeken hebt, dat mocht niet. En toen een keer is hij weer een hond, zo'n klein ding. Maar een nieuwe vals kreng, die kon niet lus hebben, want hij greep iedereen naast de fiets door de weg ging, beet in de been. Nou, mijn broer had een hond gemaakt in de berg en een 20 steur eroverheen, dus had hem mooi. En toen was die hond dood. Toen zei wie er dan vanavond dood te schieten. Hij zegt, dan weet ik wel wie dat is. Door naast over zaten ze in zo'n klein, net tegenover de kerk, er zit nog zo'n klein huisje bij Annenboot. Er waren 2 soldaten, maar kerels van zo'n 50 jaar. Hij er nog toe. Hij zegt, ze lagen te slapen. Hij zegt, druiten, naar front. Hij is ze zo naar front gestuurd. En dat was Arnhem. Als ze die hond niet doorschoten, dus je kunt wel eens sneuvelen twee, maar als die hond niet doorschoten, waren ze ook weer levendig in Duitsland gekomen. Hij heeft ze zo bij de jacht moesten naar front. En front was Arnhem. Dat was de laatste slag. Toen heb ze er een aardeslag gekregen, maar toen was nog niet lang afgelopen. Want er zijn er al veel doden gevallen. Ik kwam zelf uit de klampenmakerij. En daar heb ik mijn opleiding genoten. En dan gebeurde het wel dat die Duitsers klompen moesten hebben. Hè? Dan is het een keer gebeurd dat we dat vroegtijdig wisten. En dus de hele voorraad werd opgeruimd. En werd hier en daar ondergebracht. Onder andere bij Nagelhout. En nog andere adressen. Ze hebben de nood gevonden. Maar vinden ze, toen wij opgebracht werden, naar Woerden toe, vinden ze dan op de zolder een grote partij klompen. En 1200 paar. Was van Neuteboom. Neuteboom had vergunning voor rampgebieden om die klompen te bewaren. En waren hier bomen op een droge zolder gezet. Die Duitsers die zeggen, oh, dat is Amsterdam, dat is Zeehamsterd en dit en dat. En dat waren maar Duitsers, nee, dat waren Hollanders, maar dat was Hollandse SS die dat deed. Dat waren de slimme leugen. En ik moest met Jan Boeven, met z'n beiden, aan zijn groot bord gemaakt van triplex. Dus hier zijn verstopt op hoeken van verre zolders 3000 paar klompen gratis af te halen. Moest ik hier aan de voorkant staan, hier voor de deur, hier voor het raam. En als er dan weer volk lang, en het was een Duitser, die zat me achterlangs kwam, die kreeg iedere keer een por met het geweer. Schreeuw. Nou, dit hele verhaal moest ik iedere keer schreeuwen. Ja, ik heb er nog al even gestaan. En toen kwam, oh, mensen stroomden erop af. Dat was gratis klomp. Dat was natuurlijk wat, maar de klompen natuurlijk helemaal, die waren niet te koop. Dus het was een sensatie. Wij werden onder geleide boven gebracht, we komen er ook niet weg. Ik heb nog één keer geprobeerd weg te komen. Toen lag er een dorsvliegel dat ik nog op mijn rug had. van die deus. We moesten die klompen allemaal van de zolder op laten zakken, zogenaamd. Maar we hebben ze zo allemaal van de trap afgegooid. Zo die hele ding. Er zijn ook nog wat roeven, die de boomste stuk, die kappen, die knappen. Maar ja, we waren niet zo, er stond ons niet zware hand natuurlijk. Maar in ieder geval, er waren zoveel mensen die allemaal gratis klompen mochten hebben. En er is er maar één West die later de klomp maar een euro betaald heeft. Ja, en de rest die heeft nooit zin van die land. Nee. Er was er zelf één bij. Na die tijd nog, die naar Neuteboom ging. Je hebt nog meer klompen, ik wil klompen van doen. Ja. En dan schot naar de groen. Dat was de groen, dat was wat altijd met gedreigd heeft met vroeger. Ik was in die tijd, naast klompenmaker, ook verbonden aan de vakgroep klompenindustrie. En dat hield dit in. De klompenmakers mochten in die tijd zelf geen hout kopen. Dat werd allemaal centraal gedaan. En daar werd ik dus ook ingeschakeld. Voor het hele district, gedeelte Gelderland, gedeelte Overijssel. En toen kwam er een keer, kwam er bericht dat de Duitsers die moesten klompen hebben. We daar maar voor wilden zorgen. En ja, als je dan min of meer een beetje in verzet zit, dan denk je eens even na, hoe versieren we dat? En dan waren er dus meer die ook zo dachten. Het gevolg was dat er klompen genoeg kwamen, maar niet van een goede houtsoort. Er was één fabrikant, dat was Veldhoen in Twello. Dat was een van de grootste in ons land. Of die dat aan heeft zien komen, dat weet ik niet. Het lijkt het wel. Die hadden een grote partij dennenhout gekocht. En daar klompen van gemaakt. Nou, weet ik niet of je enig idee hebt wat het gevolg daarvan was. Dennenhout, er zit hard in. Dus als ze die klompen een keer goed aan de voeten hadden, dan ging het er niet meer af of de sokken gingen mee. Hier heb ik het papiertje nog van de oorlog. Dat is natuurlijk 60 jaar oud natuurlijk nog. Die hebben we gekregen van de gemeente Hattem. Ik was te werk gesteld bij de OT aan de andere kant, met een razzia opgepakt. Ik zal hem uitleggen wat OT betekent. Dat is organisatie dood. Die mensen werken allemaal achter de linies. Om de boer te bouwen. En er zijn allemaal technici. En mensen die hadden van die, ik kon ze kennen aan een gele kleding met zo'n pet op. En die hadden allemaal rakenkruis op de mouw zitten. En bij die mensen die heeft toen een heel groot gedeelte van Hattem gewerkt. Ja, die mensen die hadden ook een bijnaam, want ze werden in de volksmond genoemd goudverzanten. Albert van Emst, die had ook zo'n papiertje. En we moesten met z'n beiden zorgen voor de bevoorrading van Hattem. We moesten 2 keer per dag moesten wij naar het Hattemerveld. En er waren de gemeentearbeiders, die waren daar bezig aan boothaken. En er werden 4 porties op een wagen geladen. Die 4 porties moesten we verdelen in Hattem en dan moesten we nog een reisje doen. Dus we waren de hele dag op en neer naar de gemeente. Het was toen in de oorlog. Mijn oudste broer die werkte bij een boer, Bertus, die zou dood dan. En ik was altijd bij hem, want hij had altijd bang. Hij met paardenwagen door de weg, maar hij had in 1940 had hij op Soesterberg een bombardement meegemaakt. Hij was doodsbenauwd voor de vliegtuigen en dan was ik altijd met de paarden op weg. En hij was altijd met de fiets aan het zoeken, waar we ook moesten halen. En toen kwam er iemand die zegt, ja maar dominee Mulder die moet oud hebben, kun je je ervoor zorgen. Toen zegt mijn broer, nou dat zullen we even bekijken, dan gaan we lang zoeken. En dan kwamen we in Molecaten, toen was mijn broer die was nog gaan zoeken en dan komt meneer Van Eken aanzetten en hij zegt, Winkel, wat zoeken je? Ik zeg, nou moet je goed luisteren. En ik zeg, dominee Mulder die zit zonder oud, dus ik moet de vraag oud hebben. Waar ik hem vandaan haal, dat weet ik niet, maar... En toen zegt, nou ga maar even met me mee zeggen. Als geen oorlog was, zeg, dan wil ik hier niet zien, maar... Nu ga je maar mooi mee zeggen en dan zal ik je ook wel vertellen. Het was hier achter in Molecaten en daar waren ze van Doethee. Daar waren die lui die voor de Duitsers allemaal gevorderd waren om gewoon te werken. Die waren allemaal aan het houtkappen van die den. En daar liepen van die Duitsers bij, met die gele pakken en met hakenkruizen op. En dan ging ik hier naartoe en denken, nou man, wat haal ik me eruit? En toen kom ik door en toen zeggen, nou, ten die lui, ja, Van Winkel is gevorderd voor de Weermacht. Dus hij moet oud hebben. Nou, er worden de wagen volgeladen helemaal. En toen ging ik weg en toen was hier in deze omgeving was er een stuk op de weg, op de Oude Hessenweg. Er was een soort, ja, veen zat eronder en daar reed ik vast. Ik denk, nou, nu ben ik mooi klaar. En zeggen die Duitsers die waren ook aan het varen, maar die hadden van die grote belzen ervoor staan. En dan kwam een Duitser aan en zegt, die zegt, wat mooi dan? Waar heb je dan? Waar moet je naartoe? Ze zijn naar de stellingboom. Naar de stellings gevorderd. Ach zo, nou, we moeten de paarden maar wegzetten. Dan zet hij de groten ervoor en die trok ze eruit. En toen die Duitser weer weg was, toen ben ik verder gegaan naar Hattem, Dessenweg door. Toen ben ik in plaats van Dessenweg naar Deelsteek en naar de dijk ben ik de Duitsere Steeg doorgereden. De Kerkstraat in en dan kon je er net, waar nu de Lange zit, met die schoenzaken. Dan kun je de steeg in en dan kon je net allemaal halen. En dan die poortdeuren los van de tuin en dan hadden ze een zeer achter. Er zaten geen deuren voor. En dan deed de suite deuren los van de kamer. En dan stonden de paarden net met de kop in de kamer bij dominee Mulder. En dan kon die deuren dicht doen en dan kon de boel los. Ja, toen ik met die vrijkaart ook over de IJssel kon. Toen kwam ik dan ook in de gelegenheid, kijk, voor de heer Schattenkerk, dan die families Tegenman in de Diesestraat kon. En daar zaten een paar mensen die zaten in verzet. Dat ging buiten mij om, want er werd mij ook niks verteld. Ik kreeg alleen een paar opdrachtjes om daar een briefje af te geven en zoiets. En toen kwam ik ook in connectie met ene Corrie, daar bij de familie Schattenkerk. Ik vond het eigenlijk een beetje, een schoonzuster van mij diende daar, dus ik kwam er wel regelmatig. En ik vond het een beetje zenuwachtig mensje. En zo, maar toen later hoorde ik van mijn schoonzuster dat de reden van haar zenuwachtigheid was dat ze was daar ondergedoken. En Ze hadden een aanslag moeten plegen op een Duitse militair. Die Duitse militair die wist te veel van de ondergrondse. Daar liepen heel wat mensen gevaar als die vent niet geliquideerd werd. Dus zij ging daar een connectie mee aan met die militair. En nou, ze zaten er 's avonds op een bankje en ze pakte een pistool en ze schoot hem neer. In de gedachte dat die vent dood was, maar dat bleek later niet. Die is voorbij gekomen en die kon toch haar naam noemen. En dat was de reden dat zij daar ondergedoken zat. Ze hebben haar later ook nog gepakt en ze is nog op. Om de een of andere reden is ze nog weer vrijgekomen. Ik ben haar nog een keer weer tegengekomen aan de Kleine Veer. Zaten we samen in die schuit bij Van de Kolk. Maar ze deed net of ze mij niet kende, gelukkig. Maar toen was ze weer met een paar Duitsers, dus ze heeft het weer aangeknoopt. En ja, later is eigenlijk door de Nederlandse... of de Nederlandse politie nog weer opgepakt, omdat zij die connectie gehad had later met die Duitsers. Dat vertrouwden ze eigenlijk nog niet. Dus ze werd hier Schattenkerk heel wat moeten doen om haar vrij te pleiten. Er was een merkwaardige episode in jullie bestaan, was die majoor. We waren, ik herinner me, in een ziekenhuis in Apeldoorn voor een krijgsgevangenenhospitaal, waar drie geallieerde officieren, die hadden gehoord ze zouden naar een kamp worden gebracht en daar was het eten niet zo goed en daar waren ze ontvlucht. Ze hadden van een zuster die bij de ondergrondse was, hadden ze een adres gekregen hier in Hattem en een kompasje. En die majoor was commandant van een glijder geweest uit de 2e Airborne Division. Maar die was door zijn elleboog geschoten bij Arnhem. En die twee anderen, een luitenant en een sergeant, die hebben hem samen aan elkaar geknoopte lakens uit het raam gehezen 's nachts. En toen zijn ze door de bossen, ze hebben er gewoon 3 nachten over gedaan, zijn door de bossen hier gekomen. En nou, ze kwamen op dit adres. En het was natuurlijk plotseling weer een hele verandering erbij. Nou, daar weet je even vast ook nog een heleboel van te vertellen. Nou, ik weet niet, hij sliep achter, dat weet ik wel. En dan stonden we als jonge vrouwen wel eens onder bed. Maar hij verveelde zich zo. En mijn vader, die kon geen Engels en die wilde altijd graag vertellen wat hij dan vroeg. Dan, wat eten we vandaag? Dan keek je gauw in het Engelse boekje van ons en zei: potatoes en vegetables. Dat was dan zijn Engels, alles wat hij kon. Ja. Ja. En die hele elleboog was helemaal weg, hè? Ja. En dan kwam dokter Van Haringen altijd verbinden. Ja. En die kwam dan ook een keer op een avond en dokter Van Haringen, die was nogal, ja, en had hem, zouden ze zeggen, neulderig. En dan ging die weg, dokter Van Aan, en zei: is die een beetje gek? Vroeg hij dan aan ons. Hij is voor de bevrijding teruggegaan via een vluchtroute. Net op tijd om zijn eerste kind geboren te zien worden. Oh. En het was een heel opmerkelijke figuur. Hij was nergens bang voor bij dat grote bombardement. Waar de spoorbrug naar Zwolle bij is vernietigd. Stond hij gewoon buiten te kijken. De scherven vlogen hem om de oren, maar het kon die man niks schelen. Die kon merken dat het een heel ander leven was geweest. Maar hij liep gewoon op de weg. Ik bedoel, hij liep altijd buiten. En dan vroegen ze aan hem, hoe laat is het? En dan deed hij zo. Hij zei nooit wat, maar dan deed hij zo. Ja, want hij kon zich niet verraden natuurlijk. Nee. Jaap is nog eens een keer bij me op bezoek geweest na de bevrijding in Engeland. Een geweldig landhuis. Maar toen hij hier was, was het wel een probleem wat hij de hele dag doen moest. Hè? Want die man verveelde zich te pletter. Dus toen was mij nog de eervolle taak te beurt gevallen om bij dominee Israël, die was ongeveer de enige die buitenlandse boeken had, om daar een Engels boek te gaan lenen. Maar ja, erg modern was het niet wat hij had, dus ik kwam naar huis, want ik moest dan zeggen dat het voor mijzelf was. Want ik, van die Engelsman wist natuurlijk niemand. Dan had ik dan meegenomen David Copperfield. Zo'n pil van 900 bladzijden dundruk. Maar de majoor vond dat geloof ik een vrij vervelend boek. Dus na een paar dagen zei hij dat ik het moest gaan ruilen voor iets anders. Maar ik zal dat gezicht van die dominee niet gaan vergeten. Wat, heb je het nu al uit, zei hij, zo'n joekel van een boek. Dus, maar ja, we hebben hem toch niets natuurlijk kunnen vertellen wat er aan de hand was. Mijn broer Marten zat, zo men dat zei, in het verzet. Hij was lid van de plaatselijke verzetsgroep. Veel heeft hij nooit veel verteld over dat werk wat hij deed. Mijn ouders kregen in het najaar van 1944, dat heeft nog geduurd tot in begin 1945, inkwartiering van Duitse soldaten. Als ik het wel heb, was dat voor beveiliging van de beide IJsselbruggen. Mijn broer Marten woonde naast zijn en dus ook mijn ouders. De toiletten in beide woningen waren boven. Boven was een gang en via een deur kon men bij elkaar komen. Nu deed zich een geval voor dat een van die Duitsers naar het toilet moest en verzeild raakte aan de kant van mijn broer Marten. Die zag dat en die heeft hem op behoorlijke wijze te verstaan gegeven dat hij aan de verkeerde kant zat en dus gebruik wil maken van het verkeerde toilet. Dat heeft deze Duitse soldaat behoorlijk aangegrepen, want toen de volgende morgen Marten, mijn broer, in de werkplaats aan het werk was, werd hij op de schouders getikt. Mijn broer draait zich om en er staan die Duitsers achter hem. Het eerste wat die Duitser zei tegen mijn broer, "Du bist ein guter Partizan." Ik werkte bij tante Tjitske, dat was een tante van mijn vriend, zou ik maar zeggen. Maar een dappere vrouw was dat. Tante Tjitske was een dappere vrouw, hoor. Echt waar. Die stond nergens voor. Fantastisch. En dan weet ik ook nog best, dat ik aan de was deed ik daar. En Gerard, die was net zo oud als ik, maar dat was nog een klein voor stuk. En dat had tenminste de korte broek, dan pakte hij hem niet zo gauw op. En die moesten wringen draaien. En toen waren grote van die sokken bij, van die gele sokkenpan met een vliegtuig, zet me zo'n ding erop, een, hoe moet ik dat noemen, een vogel erop meer. En was helemaal, de onderste ding was helemaal kapot. Toen zeg ik, ik wist nergens van. Dus hij zegt, hey, jongen, ben jij ook al vliegenier geworden? Nou, dat joch moet zich een ongeluk geschrokken zijn, denk ik. En ik wist erg nergens van. Een partizaan, zei mijn broer. Maar waar ben jij dan? Jij hebt een Duitse uniform aan. Wat doe je met dat Duitse uniform aan, om mij partizaan te noemen? Hij heeft toen een heel verhaal verteld hoe hij bij de Duitse Weermacht moest komen. Hij woonde in Straatsburg, dat was in de Elzas. En toen Duitsland Frankrijk een groot deel bezet had, heeft Hitler Duitsland de Elzas tot Duits grondgebied verklaard, begrijpelijk, was een rijk gebied. Met het gevolg dat de mannelijke bevolking geleidelijk aan dienst moest nemen in de Weermacht. Bernhard, zo heette deze soldaat, werd gedetacheerd naar het Oostfront. Het is hem gelukt om vandaar naar Nederland te komen. Hij heeft deel moeten nemen aan razzia's op Nederlandse mannen die te werk moest worden gesteld voor de Duitsers. Hij heeft helaas moeten constateren dat daar ook verraad in pleegde. Als hij uit een woning kwam en er was geen man gevonden, dan zei de buurman, maar hij is wel thuis. Maar goed. Hij kwam dus in Hattem, op deze manier in Hattem terecht. Dat verhaal heeft hij verteld. En ik denk dat mijn broer en Bernhard wel hele gesprekken hebben gevoerd. Want tenslotte kreeg hij het vertrouwen van mijn broer. Hij wist dat mijn broer in het verzet zat. Nou, ik vond het heel wat. Het is na die tijd, God, dan kan maar goed gekomen, dat ook anders kunnen zijn. Maar dat ze mensen bij tante Duin waren piloten, en die heeft ze me later verteld. Dus je kreeg bij eens later drinkensmiddags, maar dan zei we kunnen niet langer laten wachten. Die meid heeft het ook koud. In de kamer, en dan stopten we ze daar in de kast, gingen ze dan maar even. En als je dan weg was, Maar bedurf nooit geen vond. En ik zei, ben blij dat ik het nooit geweten heb. Want je wist nooit hoe of wat soms, dan kon je het tenminste niet verraden. Eén voorbeeld dat ze elkaar vertrouwden was, dat hij tegen mijn broer op een gegeven moment zei... Alle roeiboten van de schippers, van de turfschippers aan de Loswal, zullen in beslag worden genomen. Blijkbaar waren de Duitsers bang dat die roeiboten op een of andere manier door wie, misschien door de egaliteit, kon worden gebruikt. Mijn broer heeft alle schippers gewaarschuwd en inderdaad de volgende morgen kwamen de Duitsers, maar ze vonden natuurlijk geen enkele roeiboot. De turfschippers hadden ervoor gezorgd dat ze op een plaats lagen waar de Duitsers niet bij konden komen. Blijkbaar hadden de superieuren toch wel door dat Bernhard goed contacten hadden met Marten en zijn vrouw Dirkje en ook wel bij mijn ouders kwam, dat hij werd overgeplaatst, ik dacht naar Zalk. Vandaar op een gegeven moment moest hij weer uit Zalk weg. Het is ongeveer op dit punt dat Bernhard uit de kolonne is gesprongen, via het pad dat hier naar de Bleek liep en via de Bleek naar de schuur van mijn ouders is gegaan en daar op de zolder zich heeft verstopt. 'S Nachts is dus Bernhard, nadat hij uit de kolonne was gevlucht, hier zo over de toenmalige Bleek gelopen naar dat ginse gebouw, dat nu een schuur meer garage is. Dat was een houten schuur, daar heeft hij zich verstopt boven op de zolder, waar brandhout werd opgestapeld en wat ik hem de volgende morgen heb gevonden toen ik een mand met brandhout wilde weghalen. Dit is de voorkamer die door de Duitsers gevorderd werd. Daar zaten ze dus in en daar hebben ze ook het kerstfeest destijds gevierd met nog kerstspullen van mijn moeder. En dan was hier een gang en dan rechts, daar was de zogenaamde binnenkamer waar mijn ouders moesten wonen en daar was ik dan tenslotte ook nog bij. Deze trap, daar bovenaan en dan links, er was een slaapkamer waar de beide mensen die uit een negersoort vliegtuigen zijn opgenomen, hebben daar een aantal weken gebivakkeerd. Ze werden goed verzorgd, maar één ding vond ze niet leuk. Hier om en om de woning van mijn ouders liepen veel mensen van de Dood. Dat is een Duitse organisatie die de verdedigingswerken aan de IJssel verzorgde. Daar keken ze elke dag op neer. Waar ze wel van genoten, dat was het brommen van de vliegtuigen die naar Duitsland gingen om daar de bombardementen uit te voeren. Dat waren hun collega's. Of dat tegelijkertijd was, dat weet ik niet, maar in ieder geval boven moet de slaapkamer, heeft ze me later verteld, tante Tjitske, daar hadden die piloten geweest. Ik heb er nooit wat gehoord of hoe of wat, ja. Ik ben blij dat ik het nooit geweten heb. Vermoedelijk zijn tijdens het verblijf van die twee piloten op een bovenkamer ook de Duitse soldaten ingekwartierd geweest in de voorkamer bij mijn ouders. Dus beiden onder één en hetzelfde dak, met alle geweldige risico's van dien. Doordat alle fabrieken werden mensen opgeroepen als je zo oud was. En dan moest je naar Duitsland, hè. En zo werd ik ook van de textielfabriek naar Hamburg gestuurd. Dat was in 1942. En er waren zeker wel 10 van die Duitsers. Die brachten, misschien beiden brachten ons op naar de markt toe. En op de markt, er stond net van Eken. Die kreeg een klap door, die van Erik van Eken, die kreeg een klap. En Las, de oude Las, is durf weg. De vader van Arm Las, die stond er te kruipen. En die heb ik maar weggedaan, want die zat hem onder het ongedierte. En later zijn we zo daar ginds naartoe gebracht. Allemaal naar de kleine veerweg op. En mijn vader, die zag ik ook lopen. Op een open vrachtwagen werden vervoerd naar Ommen toe. Nou, daar zijn we aangekomen. Op een maandagmorgen. En werden we eerst gefouilleerd en zo. Poort A kwamen we binnen. En ze bekeken ons. En toen had ik zo'n zilveren ringetje op mijn vinger met zo'n dubbeltje erop. En dat zagen ze nooit. En ik werd meteen al door 3 man ingesloten. Ik dacht, oh, dan krijg ik een pak wat donder. Maar nee, dat is allemaal goed gegaan. De ring kreeg ik ook niet weer. Moest ik afdoen. En daar hebben we hout gezaagd. Voor die verwarming allemaal. En in de brakken aangewezen. Daar hebben we een heel tijdje gezeten. En toen zei ik, ja, hoe ver zouden ze ons wegbrengen? Nou, en uiteindelijk bleek het dan in Neubrandenburg te zijn. Heel mooi plaatsje, toen de tijd. We hebben het later zelf nog kunnen zien. En daar kregen we de gelegenheid voor. Voordat we toen weer naar Nederland vertrokken, kregen we de kans om met groepjes Neubrandenburg in te trekken onder begeleiding van een ongewapende Duitser. Want je ging toch naar huis, je was wel gek als je probeerde weg te komen, dat had geen zin. Maar in Neubrandenburg, daar moesten we dus lopen naar een kamp. En dat lag op een vlakte, een beetje heuvelachtig. En verder was het totaal een vlak terrein. Er was geen boom of struik meer te bekennen. Alleen een stelletje barakken. Nou ja, in die barakken werden we ondergebracht. Eerst gewoon per groep. Onderofficieren bij elkaar. Dat wel. Die waren allemaal apart en de rest, we kwamen allemaal in barakken. Mijn vader heeft er nog gewerkt. En, ja, die heeft er ook nog, nou niet zo lang, maar die had daar, die maakte ze direct baas over het oud. Maar ja, die had veel verstand van het oud en er lag een schip met oud. Moest gelost worden en er moest gesorteerd worden. Maar die heeft er ook maar, nou, ik denk het nog niet langer dan een goede week geweest. En ik heb er ongeveer 3 weken geweest. En dat, nou, we kwamen bij de landmijn terecht, hè. Want eigenlijk had je voor kiezen, als je meer wou verdienen, dan zat je in vergif. Dat is een ene bonk vergif met landmijn en handgranaten, hè. Allemaal vergif. Ik zeg, ja, maar als Stefan kan, daar moeten we niet bij zijn. Dus we kwamen als het ware in de pakzaal of in de, ja, zo je het noemt wel. En daar zijn we altijd gebleven. En dat was gewoon schoon werk. Net als je hier in de huiskamer zit. Dat was niks. Alleen die mijn die ging over de, ja. En die Russen die moesten daar dan alles in stoppen, hè. De granieten, zeg maar zeggen. En ja, dat kwam er allemaal in, hè. Op een maandag kregen we te horen, we moesten naar Ommen toe, bommen opgraven en dan zouden we met 3 dagen vrij zijn. Nou, dat deden we. En de kapper die kwam er beneden aanzetten, moesten kaal geschoren worden. Nou, eentje was daar drek al bij, nou knip bij mijn schaal. Nou, ik dacht, ja, maar dat is vast niet goed. Dus ik had mijn zakdoek al knopen erin gemaakt en zo over het hoofd dat ik kaal was. En toen in één keer kwam er een Duitser aan zetten, geen tijd meer, allemaal op de auto. Daarna hebben ze dat nog een keer veranderd, omdat wij toen zo lang bleven. Dat was eerst niet de opzet geweest, maar goed, wij bleven daar zo lang in dat kamp. En toen kregen we een andere opstelling, namelijk per beroep. Er werden bijvoorbeeld timmerlieden, elektriciens, schilders, allemaal bij elkaar in een barak. En dat deden ze weer om vrijwilligers te kunnen vragen voor helpen in de bouw. Eigenlijk was het voor mij was het nou ja, het werk naar niks aan blijven. Dat kon ik ook in 2 uur doen. Per 8 uur, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk een geweldig mooi leven. Maar ik heb er ook niet gewerkt. Dus ik moet zeggen, ik heb wel schopballen lagen in de vingers gehad en die gooide ik elke avond in de IJssel. En dan hadden de volgende morgen weer een nieuwe schop op. Wij zaten daar als Nederlanders niet alleen. Er waren allerlei nationaliteiten. Toen wij daar kwamen zaten er Polen, want die waren toen al bezig met die barakken te bouwen, waar wij ook in moesten. Er waren Engelsen, er waren Fransen en Belgen en iedere keer kwamen weer nieuwe groepen. Voornamelijk in het begin. En dan was je eigenlijk alweer, er komt weer een nieuwe groep. En dat stormde daar weer die kant op, want dan probeerde je nieuws te vergaren. Want in het kamp zelf ook waren luidsprekers aangebracht. Er werd overdag vrolijke marsmuziek ten gehore gebracht. Maar er werden ook alle nieuwsberichten en alle bekendmakingen, die werden via die radio vermeld. Maar die geloofden ze niet. Want het waren allemaal overwinningen van die Duitsers. De Belgen die waren verslagen en de Fransen die was dit en Parijs was overgegeven. Goeiedag, daar geloofde je geen klap van. Maar het was wel zo. Sabotage, ja, dat lag natuurlijk aan de meisjes. En dat waren allemaal Russen. Hè. Die zaten aan de lopende band, aan weerskanten aan de lopende band. Maar er zat niks, geen apparatuur in, maar... Ja, op het laatste, want we kregen een rap in de gaten. Dat was 1943, achter 43. Achterin 1943. Toen kwamen ze ineens op met, ze hadden geen goed rubber meer. Die boel. En daar ging het fout. Daar ging het fout. En dat bleef zo, is nooit weer goed gekomen. En die meisjes werden gewaarschuwd, die apparaten erin draaien, maar niet verder als aandraaien, maar daarvan niet verder. Als je een slag verder doet, dan had je, dat rubber was niet meer goed en dan kreeg je lekkage in de landwijn. En dan moest er ook, dat was nog Boersterberg, rietplat trappen. Dat waren stukken riet, die moesten allemaal het schoorsveld maken. Hè. En daar maak je de stukje, begon je in de min te trappen. En dan maak je de stukje, maak je haag in en dat ze, als hij aan kwam lopen, dan begon hij weer het werk. En de rest zaten ze te kaarten en deelden dat. Ja. Maar mijn jongste broer, die was 3 weken, heeft hij er gezeten. En mijn vader 7 weken, 5 weken en ik 7 weken. Toen, mijn moeder die kwam, zondags was de bezoekuur, die kwam dan lopend vanaf Hattem, omdat er ook al een vracht sneeuw lag, lopend naar Ommen toe, op de fiets, bij de hand, met eten. Nou, en dat ging daar tekeer totdat je 6 uur moesten we opstaan. Dan bovenlijf dan bloten. En dan moesten we door de kou helemaal achterin die palissade waar we sliepen, die barakken. En dat was een grote palissade en achterin stonden van die waterbakken. Daar moesten we ons wassen. Nou, en ik werd ingedeeld bij de bosploeg. Moesten we sporen iets aanregen. Dus dan werd een beetje gegraven van de ene, dat ze vlak werd. En dan de spoorrails werden eraan gelegd voor die V1-banen. En daar hebben we een hele tijd gewerkt. En toen kreeg ik ander werk. Toen in de tussentijd, mijn vader, die ging er ook weg. Nou, die was zwaar rastbaar. We dachten, nou, dat wordt wat. Die heeft er nooit geen last van gehad. En toen zat ik alleen. En toen kreeg ik werk in de keuken. En dat beviel me wel, goed te eten. Ja, die bombardementen, ja, nou, eigenlijk hebben wij daar niks van meegemaakt. Wel zoveel gezien in de verte. Want waar bij die fabriek stond, dat was, die lag 30 kilometer van Hamburg. Zo moet je het zien, hè. Dus die zag in de verte, toen was nou nee. Ik heb altijd gedaan, de hele wereld brand af. Dat is niet te schatten. Jongen, wat een vuur. Fosfor. Die kikkerdrillen, dat kon je zo allemaal uit de lucht zien. Net kikkerdrillen, zou ik maar zeggen. Zo zag het eruit. In een kamp zaten landwachters, Nederlandse landwachters, waaronder Bikker ook. En het was een van de slechtste, met luitenant de Jong. Het was ook een Nederlander. En daar heb ik nou een schop onder mijn gat gehad van luitenant de Jong. Dat ik naar huis toe wou. En dat wou ik niet verdragen. Maar dat waren dan de ergere beulen. Want ik heb Bikker heb ik gezien bij Hardenberg. Dat hij daar een spoorwegman in elkaar sloeg met geweerkolf. En mee moest op de trein naar Ommen toe. Maar in kamp heb ik er eentje rond zien lopen. En dat was er eentje uit Zwolle. En die woonde in de Van Kandenbeekstraat. Nou, het hele gezicht, dat was bont en blauw. Dus dat werd goed geslagen. Bij mijn oma is onder de... Hij had een al koffie en er zat in. Die zang hem niet, helemaal niet. Nee. Nee, maar toen die Gestapo die nacht... met die, zijn kameraad, zijn vriend aan, zijn schoolkameraad... dat kwam met een revolver in aanslag. En toen deed mijn man dan opbellen. En ja, toen moest mijn man van het dak op. Ze zet mijn man in de hele licht. Ze hadden zoveel grote zaklantjes. Nou, dat was geen ende. Mijn mannen zeggen, hij zegt, ik heb nooit zoveel liggen gezien. Maar ze zetten hem niet in de overbouw. Ze gooien de mensen erin. En als die goed lusten ging ze... Door zo'n oude mitrailleur. Die moffen, die hebben heel wat doen. Ja. Hij werkte op het kasteel. Hij ging tot de afwas doen, alles. Hij werkte per dag op het kasteel. Dus hij heeft altijd werk. In de tuin. Hij ging altijd... hij was oog aan de zin bij bureau baronesse. Ja, dat was altijd werken, verder werk. Ja, verder. En dat vindt hij prachtig. Ja, hij ging coveren met die mensen niet. Ja, hij is gevangen genomen. Hij moest 200 onderduikers aanwijzen. En 40 jaar. En dat heeft hij niet gedaan. Dat deed hij niet zeggen. Dat deed hij niet. Hij deed het nooit zeggen. Nou, en zodoende. Hij had 3 minuten bedenktijd. Met een revolver in aanslag. En toen moest hij mee. En toen is hij vervoerd naar verder gaan. En hij is in stad in geweest, ja, in Buchenwald, over in alle kanten. McNeil, arme McNeil, dat ligt net over de grens, dus zo, onder Limburg. En 4 keer een vlucht, 3 keer weer gepakt. Ja. Toen die nacht hebben ze er 13 gevangen, 13. En... 2 van Eikelboom, die bent allebei overleden. Die leeft niet meer, van Eikelboom, op Beldert. Daar woont Gijs Eikelboom in Arnhem. Die heeft zo gevangen. Die waren er ook bij. En door vandaan, toen ben ze naar het politiebureau vervoerd. Dat was een ondergrondse kelder, zou ik maar zeggen. Dus vervoerd. Hier op de gemeentehuis, ja, dus je vermoed. Met 13 mensen, hij heeft er 13 verloren. En dat was geld van de buurt, van de moest trouwen. Voorschool, ben voorschool. Ben de beuken, Hij moest geld hebben, en zodoende hebben ze allemaal verloren. En je hebt van elke onderduiker, dat was een boeghels, daar ben je 75 gulden van. Nou, reken dat maar uit. Hij heeft de 13 gepakt. Dat was toen, die tijd veel geld, dat kon hij bij een huis verkopen. Hij moest trouwen, maar hij had geen geld. Nou, het heeft zoveel mensen verloren. Mijn man zei altijd, dat was geen goed geld. Hij zegt, dat was vies geld dat Anne pakt heeft. Vies geld, zeg hij, dat duurt niet, zegt mijn man. Oh, van alles. Hij heeft zoveel knuppelslagen gehad. Zoveel, ze hebben de verf helemaal weggeslagen. De nekverf, ja. Ze hebben van binnen kapot geslagen en van buiten. Hij heeft zoveel klap. Hij zegt, er heeft genieten en had hem zoveel klap, maar dan zeg ik, van die buren. Ja, hij moest dat zeggen. Hij doet niets. Hij doet niets. Ik kon tellen hem de deuren druk en de vinger af. Ja, hij had de vinger af, ja. Oh, ja. Ja, denk eraan, die man heeft heel wat leden nu. Oh. Oh, hij verscheen nog hier te zitten nu. Cotella was er en Auto Funten en hoe heet die andere? Ik kan die naam niet onthouden. Die aten niet graag. Ook geen stropdas. Oh, dat was een verschrikking bij hem. Hij zei, dat kan ik niet doen met hem, Jannie. Ik doe het niet met hem. Hij deed het ook niet met hem, een stropdas niet. Rood. En rood aten ze neergelangt. Hij zei, dat is bloed, zeggen. Bloed. Nee, hij heeft het er niet over. Nee. Hij zegt, hij kon er niet over praten. Hij zegt, want daar hoor ik meer grap in. Hij heeft nooit gepraat. Ja, meneer de Jong die is bij mij thuis geweest en die heeft ons een boek erin. En zo mijn man een boek schreef. En mijn man die is er niet aan, die kon het niet opbrengen. Nee, helemaal niets. Hij zegt, te veel gebeurt, zeg. Te veel gebeurt. Ja, kon niets. Ja, te veel gebeurt. Ja, en dan hij had een met de gevangenen samen gingen ze binnen en dan gingen ze soms in van, als ze in nood gezeten, geen uitkomst meer zitten. Dat was die liefde ze niet. En je verliest het ervan. Nou, hij is 's nachts neergestreken bij mijn oom. De tok onder de deuken geweest is. Dus weer neerstreek. En mijn oma kwam 's morgens en zegt, man, ze is er ook weer. Is weer een vlucht. Ja. Het was zo bed in februari. Net vlak voor de bevrijding, ja. Zwoord, Buchenwald, Stettin is geweest, onder Polen. Oh, dat was een kamp, zeggen. Hij zegt, de drunkste bloed van mijn kamp. Echt woord, Jannie, zeggen. Echt woord. Hij zegt, oh, hij zegt, wat ik in mijn leven zien heb, hij zegt, dat zal ik nooit en ten nimmer vergeten. Weet je, er was zo'n comité, hè, die gaan maar op mijn cliënt nu, hè. Toen met oorlog, hè. Hij zegt, ik geef hem ook voor op. En durf hem net opgegeven en... Hij zegt, dan kreeg ik een damespyjama. Hij zegt, ik heb mijn ogen te kop gegeven. Hij zegt, ik had niks. Helemaal totaal niks. Ik had nog geen broek meer aan de grond. Mijn man die ging elke morgen naar de markt en dan ging hij kijken en dan was hij helemaal afwezig. En dan moest hij elke dag met zijn elektrische fietsen naartoe. Elke dag weer aan. Elke dag. En dan zei ik wees, ach jongen, blijf maar thuis. Nee, dat was zijn plek en daar moest hij naartoe. Hij had in de bakker zitten en daar moest hij naartoe. Ze hebben door het naar Soesterberg, voor de concentratiekamp vervoerd worden. Hij moest er naartoe. Nou, hij heeft Voskuil, die heeft hem dan... die heeft hem nog iets... even laten kroepen over de weg hier. Hem kunstjes laten doen. Hij zegt, ik zal hem leren. Hij wil hem zelf ophalen. Hij zegt, ik wil hem zelf hebben. Hij heeft me dat aan het doen en ik wil hem hebben. Ik moet de hele wereld afzoeken. Ik zal net zo lang zoeken. Hij heeft me gevonden ook. Hij heeft me adresseerd ook. Nou, dus. Ja, Voskuil heeft gevangen zitten. Jannie zegt, hij heeft me 5 jaar gekregen. Is dat nou wat? En zoveel mensen verronden in kamp. Die allemaal dood bent. Hij zegt, die heel wel goed in de kop. Hij zegt, want dat vind ik weinig. Voor zo'n dood, want het is een grote dood van de werp. Als zoveel mensen aanwies. Het is een verschrikkelijke dood. En als die mensen nog leven, dan wegkwam, Maar de meeste kwamen dood weer. Want die bino's wat allemaal sterren nu, hè. Om een paar nog. Met die anderen hebben ze allemaal doodgemaakt in kamp. Want toen waren ze niet zuinig aan. Echt voor, hij zegt, oh, hij zegt, wat ik in mijn leven gezien heb, hij zegt, dat zal ik nooit en ten nimmer vergeten. Wat ik in mijn leven gezien heb in die concentratiekamp, zal ik nooit en ten nimmer vergeten. Nee.